vliegen de weidebeekjuffers. Hier zien we er eentje. Een mannetje, prachtig blauw gekleurd. En hij vliegt een beetje zoals een vlinder. We bekijken dat nog wat nader en dan stoppen we iedere keer na één vleugelslag. En je ziet, alle vleugels bewegen tegelijkertijd in fase naar achteren en een beetje omhoog. En dat gebeurt zo'n 12 keer per seconde hier, maar normaal is zo'n 12 tot 16 keer per seconde. En dat is de normale manier van vliegen voor de weidebeekjuffers. Hier zie je dat nog sterker vertraagd weergegeven. In dit geval zo'n 16 hertz, 16 vleugelslagen per seconde. En we stoppen weer na één periode. Dan staan de vleugels weer in dezelfde stand en een periode later stoppen we weer en weer de vleugels in dezelfde stand. En alle vier de vleugels bewegen tegelijkertijd naar achteren en weer naar voren. En dat is dus de normale vlucht voor de weidebeekjuffers. Maar zo vliegen helemaal de andere waterjuffers niet, die vliegen heel anders. Hele andere vleugelbewegingen. Zo zie je deze houtpantserjuffer. Deze vleugels bewegen helemaal niet in fase. Bekijken we nog een keer en dan iedere keer een pauze na een halve periode. En je ziet als de vleugels omhoog staan voor, dan staan ze achter naar beneden en omgekeerd. Vleugels zijn helemaal uit fase, de voor- en achtervleugels, 180 graden uit fase. En of ze nou achteruit of vooruit vliegen, altijd zie je die vleugels voor en achter helemaal uitfase. En de vleugelbeweging is zo'n 27 vleugelslagen per seconde. 27 hertz. En dit is een roodoogjuffer. En deze vleugels die bewegen met zo'n 30 hertz, 30 slagen per seconde. Dit is ook een roodoogjuffer, vooraanzicht. Kun je het best die vleugelbeweging zien. Die voor- en achtervleugels die zijn in tegenfase. Nou, gaan we weer naar de weidebeekjuffers. Die is hier in de normale modus. Maar je kan zomaar overschakelen. Zo zie je. Naar een hele andere manier van vliegen. Dat is de baltsmodus. Je ziet dat weer gebeuren. Hij schakelt over. En de reden dat hij overschakelt, die komt in beeld. Hij wil een vrouwtje imponeren. Het vrouwtje is heel anders gekleurd, groen. Wel ook met metaalglans. En zij vliegt in de normale modus. Hij doet hele rare dingen voor de vrouwtje. Hij laat zich zo op het water ploffen. En hij krult zijn staartje omhoog. Maar hij gaat dus ook heel anders voor haar vliegen. En hij vliegt schierend over het water in die baltsmodus. Hier vliegt er weer een in normale modus. En hier is hij weer in die baltsmodus overgeschakeld.
met die meer fladderende, soort chaotische beweging. Die beweging is ook nog eens veel sneller, zo'n 2,5 keer zo snel. Zo tussen de 38 en 44 hertz. Dus zo'n 40 vleugelslagen per seconde. En tijdens die baltsmodus bewegen de vleugels veel minder ver op en neer. Ze hebben een veel kleinere amplitude. Maar ook de fase is anders. Ze zijn niet meer in fase, maar ook niet in antifase, tegengestelde fase. Het is echt een hele andere manier waarop de vleugels bewegen. En hij kan zo vanaf het wateroppervlak opstijgen in die baltsmodus. Zolang die maar opgewonden blijft en het vrouwtje wil blijven imponeren. En dat vrouwtje wil hij imponeren om daarna met haar te paren. En dit is genieten voor het vrouwtje, want ze heeft prachtig zicht op zijn omgekrulde staartpuntje. En dat is aan de onderkant wit, een soort lantaarntje of achterlichtje. Maar ook die vleugels natuurlijk hebben een enorme signaalfunctie. Die vallen op tegen het water dankzij die donkere blauwe banden. En als die met die veel hogere frequentie en heel anders gaan bewegen, geeft hij dus ook een heel ander signaal aan het vrouwtje af. En hier heeft ze weer dat prachtige uitzicht op zijn achterlichtje. Zijn lantaarntje. In die baltsmodus, die gebruiken ze ook als ze eitjes aan het leggen zijn, als het vrouwtje eitjes aan het afzetten is, dan vliegt het mannetje dat dan nog over haar waakt ook vaak in die baltsmodus. En dus het woord baltsmodus is niet helemaal gelukkig gekozen. Heel bijzonder displaygedrag, uniek in de libellenwereld.